Alize Lagerwerf, docent aan ROC Nijmegen, zet zich al jaren in voor hoogbegaafde studenten die nog niet als zodanig zijn herkend. Hoewel hoogbegaafdheid vaak niet direct met het mbo wordt geassocieerd, komt het daar zeker voor. Voor haar toewijding ontving ze de Mensa Fonds Uitblinken Award. Voor Alize is het ook belangrijk dat deze studenten echt worden gezien. En ook weten wat een zogenoemde ontwikkelpotentieel is. Nou, als je je eigen ontwikkelpotentieel niet kent, dan ga je twijfelen aan jezelf. Het zelfvertrouwen wordt lager. En in plaats van dat je door hebt, dit kan ik allemaal, ga je de nadruk leggen op dit kan ik allemaal niet. En dan stroom je eigenlijk steeds lager af. Dus hè, dan kom je uiteindelijk, iemand met ooit VWO-advies komt dan bij niveau 1 uit. En komt zelfs thuis te zitten. Nou, dan ga je nog meer twijfelen aan jezelf. En dan ja, zit er toch ook wel kans op een depressie. En ja, thuis zitten, dat wil niemand. Volgens Alize is het vermoeden dat van alle thuiszitters in Nederland 30% hoogbegaafd of uitzonderlijk begaafd is. Volgens haar vraagt het leerproces van hoogbegaafde studenten om een andere aanpak dan die voor studenten met een hogere intelligentie. Intelligent mens die zegt, oké, ik maak sommen en dan doe ik er nog 5 bij. En hoogbegaafd kind zegt, nou, ik heb toch al laten zien dat ik het kan, waarom moet ik het nou de hele tijd maar doen? Want volgens mij weet de juf eigenlijk ook niet zo goed hoe het werkt. Nou, en dan gaat er een bal rollen en dan ben je een eigenwijs kind. En dan krijg je een onvoldoende en dan zeg je, nou, weet je wat, dan maar lager schooladvies. En dan stroom je eigenlijk af. Naar een steeds lager niveau. En lager is ook niet het goede woord. Want daarmee is het net alsof dat dan niet oké is. Maar die student zit gewoon niet goed op zijn plek. En dan gaat hij ander gedrag laten zien. En dat is, zeker als je kijkt bij het mbo, is dat vaak negatief geïnterpreteerd gedrag dan dat het een positief gedrag is. Zo is de docent ook in gesprek met student Jules. Deze studenten worstelden met overprikkeling, wat haar concentratie bemoeilijkte. Eerder kreeg Jules al de diagnose ADHD. En nu gaat zij samen met de docent in gesprek over ook sprake kan zijn van hoogbegaafdheid. Ik zat wel te denken van, oh ja, misschien speelt dat ook wel mee. Dat ik dacht van, oh ja, dat is eigenlijk iets waar ik nooit aan had gedacht of zo. Dat hoogbegaafdheid of zo. Dat ik dacht, ja, dat is echt iets voor slimme mensen met een hoog IQ en zo. Mensen die op gymnasium zitten. Ja, ik ben gewoon niet het stereotype, laat maar zeggen. Dus het was wel een beetje raar voor mij, dat ik dacht van, oh, wat is dit? Ja. En behalve dit stereotype kan het volgens Alize ook samenhangen met de thuissituatie waarin ze zijn opgegroeid. Over het algemeen hebben ze een thuissituatie waarbij ouders ook niet hoog opgeleid zijn. Die zeggen ook van, ja, als school zegt dat je het niet kan, dan zal dat wel zo zijn. Die accepteren dat meer, terwijl dat studenten die meer uit het zeven vinkjes gezin komen, dat zijn ouders, ja, die gaan ervoor liggen, we doen van alles. En dat zijn ook studenten die zie je vaak dan wel naar het HBO of de universiteit gaan. Daarnaast richt de docent zich ook op studenten van opleiding onderwijsassistent. En vindt het belangrijk hem bewust te maken van hoogbegaafdheid bij kinderen. Een voorbeeld hiervan is Bram, die als onderwijsassistent op een basisschool werkt. En dankzij Alize beter in staat is hoogbegaafde leerlingen te herkennen en begeleiden. Nou, ik denk voor de kinderen is het vooral fijn wat dat ze weten wat ze hebben. Dat het oké is denk ik vooral het belangrijkste. Dus dat is denk ik wel het belangrijkste, ja.